visiting Bocadero, Antwerp Centrum is the place to be, zeker in the summer om mensen te komen drinken. Misschien met beter weer, maar oké. Okay. Je kent ook het weer hier in België, het is heel wisselvallig. Maar het is een goede plek, denk ik, om af en toe in de namiddag zeker een eentje kunnen drinken. Ik voel me echt goed. Fysiek voel me nog altijd in orde. Ik verzorg heel goed. Ik probeer altijd goed te slapen, goed eten. Ik had misschien een beetje geluk met kwetsures, want tot nu toe heb ik geen grote blessures in mijn voetbalcarrière. En dat zorgt ook voor dat nu met 35 kan ik nog altijd op een goede niveau blijven spelen. Ik moest van jouw ex-ploeggenoot Bjorn Ruitings vragen of je nog altijd zo fier bent op jouw sixpack. Vieren? Nee, ik ben niet fier. Is gewoon dat, je moet tegen Bjorn zeggen dat zijn uren van werken. En zelfs in mijn vakantie, ik blijf aan het trainen. Dus dat is een beetje de waarom heb ik de... ik heb ook geen sixpack, maar ik weet dat Bjorn heel jaloers is om mijn lichaam. Ik voel me heel goed met jonge gasten. Daarom dat ik misschien blijf nog altijd jong, zelf met 35. Dus ik probeer door mijn trainingscursus en mijn foundation ook met jonge gasten te werken. En ook probeer te leren. En alles wat ik leer bij mijn trainingscursus aan de jongens aangeven. Ja, ik hoop om ooit trainer van Berchtesgaden Wielrenner te worden. Daar heb ik 7 jaar als voetballer gespeeld en ik heb een speciale band met iedereen binnen de club. Dus ik hoop dat in de toekomst ik kan blijven werken met Berchtesgaden. In het tussenseizoen trok Lozada naar Amerika voor een bezoek aan topclub LA Galaxy. Met een groep van vrienden, van voetballers, hebben we een bezoek aan Jelle Van Damme in LA gemaakt. Een beetje ook voor plezier, maar ook om de Amerikaanse manier van werken te kunnen ontdekken. Dankzij Jelle Van Damme hebben we een wedstrijd gezien en 3-4 trainingen kunnen volgen. En dat was een fantastische ervaring. Hernan Lozada is blij dat de competitie in de Proximus League begint. Hij beseft als geen ander dat het geen nieuwe walkover zal worden voor Beerschot Wilrijk. Ja, iedereen wil bij de top 4 zijn. En met 8 ploegen heeft alleen plaats voor 4. Dus ga heel competitief zijn. Er zijn een paar ploegen die qua budget zitten boven de rest. Zoals bijvoorbeeld Cercle Brugge die 18, 19 nieuwe transfers heeft gemaakt. Dus ik verwacht een heel moeilijk seizoen. Ook Beerschot Wilrijk versterkte zich met een aantal spelers waar Lozada veel van verwacht. Richard Mbombo is gekomen van Anderlecht. Ik denk dat hij veel kwaliteit heeft als diepe spits. Karim Messical, ook op het middenveld, heeft bij Zulte Waregem gespeeld. En die zijn misschien de twee jongens met de beste progressiemarges en nog jong. En je ziet dat ze hebben echt kwaliteit om ons te helpen. Maar de hamvraag blijft natuurlijk, wanneer is er opnieuw een Antwerpse stadsderby in de Jupiler Pro League? Ik vrees dat voor dit seizoen een beetje te snel zal zijn. Ik hoop het, want ik heb nog nooit een derby gespeeld. Ik hoor dat het is een fantastische sfeer, een fantastisch gevoel. Maar goed. Ik wens Royal Antwerp een heel goed seizoen in eerste klasse. En zelfs voor ons, ik hoop dat we kunnen een rustige seizoen hebben. En af en toe een mooie wedstrijd en mooie voetbal kunnen brengen voor onze supporters. Officiële partner van de Proximus League. Unibet. Van spelers voor spelers.